Op de eerste editie vorig jaar waren er 1500 verliefde tortelduifjes. Dit jaar zijn er maar liefst 2000 op het theaterplein neergestreken. En die werden allemaal getrakteerd op warme dekentjes, hartige hapjes en uiteraard de perfecte Valentijnsfilm. Dit jaar stond Smoorverliefd van Hilde van Mieghem op het programma. De ideale avond dus voor alle romantische zieltjes om zich aan elkaar te verwarmen. Ik ben wel een romantische, hè? Ja. Dus ik kwam hier vanmorgen langs gewandeld en dat verheugde mij zo dat ze daar zo hun werk van maken, de stad Antwerpen. En al die knusse zitjes en daar heb je zelfs lustertjes en zetels. Ik vind romantiek altijd leuk, dus dit is zeker mijn ding. En al die vuren die hier staan en dat rode gezellige licht en zo, ja, dat is gewoon supergezellig. Dat vinden uiteraard ook de vele koppeltjes die naar hier zijn afgezakt. Dat is niet alledaags, hè? Zo buiten, ja, gewoon naar een filmpje kijken en zo van die dingen. Een glaasje wijn drinken, een stokje eten. Ja, moet de mensen nog meer hebben, hè? En voor wie denkt dat het theaterplein alleen goed is om de liefde te bestendigen, die zit fout. Je kan het er namelijk ook vinden. Wel, ik was hier met mijn dochter, die ook ergens loopt. En we zagen deze vrouw hier ergens staan en ik denk, ik kon er eens een klapje mee doen. En ja, van het een kwam het ander en tegen het einde van de film, we zaten in dezelfde rij. Ja, is het zo wat beginnen kriebelen en dansen en dan eens afspreken en nog eens afspreken. En nu een jaar later staan wij hier terug opnieuw. En zijn wij terug om te dansen. Wie dus tegen volgend jaar nog niemand heeft gevonden, kan alvast 14 februari 2013 aanstippen in zijn agenda.